Oké, na de wedstrijd Silvolde tegen Presegaaf, die eindigt in een 0-3, is de trainer Dennis van Beukering teleurgesteld? Ja, uiteraard ben je teleurgesteld. Ik denk dat wij best goed voetbal hebben laten zien. Ik denk dat we wat kansjes hebben gecreëerd. De eerste helft en de eerste 10 minuten moet je gewoon 1-0 maken. Dat doe je niet. Nou, Silvolde is gewoon een hele goede ploeg die geduld bewaart. En dan zie je dat we 2 goals binnen 1 minuut tegenkrijgen, net voor de rust. Ja, dat is een aardige tik die je krijgt. En ik denk als we met 0-0 de rust ingaan, dat het een andere wedstrijd wordt. Maar goed, dat doen ze gewoon heel goed. Oké, als je de wedstrijd bekijkt, een beetje als neutraal gebeuren, dan kun je concluderen dat Presegaaf een prima ploeg is. Ik bedoel, ook individueel goede spelers heeft. Maar dan toch tot aan de 16 komt en daarna is het eigenlijk wat lastiger om de ballen af te maken, toch? Nou ja, we hebben er normaal nooit geen problemen mee. Dit is de eerste wedstrijd in de competitie waar we niet hebben gescoord. En dat is voor ons wel heel nieuw. Kijk, onze spitsen die scoren altijd normaal gesproken. En vandaag staat ze er gewoon niet in. Ik heb één spits die zou eigenlijk niet meedoen. Een sterfgeval in de familie. Toch gedaan. En dan zag je gewoon dat het niet lekker zat. En mijn andere spits zat er vandaag ook niet in. Ze hebben toch samen rondom de 21, 22 goals gemaakt. Dus vandaag zat het er gewoon even niet in. Oké, wedstrijd even voorbij. Dennis van Beukering, eigenlijk deze week volop in de media aandacht in verband met je contractverlenging. Je kon arreren. En wat is de keuze voor geweest om bij Presegaaf te blijven? Nou, ik heb bij Presegaaf ben ik nu al vier jaar bezig. Eigenlijk met niks gestart in de vierde klasse. Jeugdopleiding opgezet, van 0 naar 9 jeugdteams gegaan binnen 1,5-2 jaar. En dat staat nog niet helemaal goed op de rit. Dus dat was iets wat ik toch zoiets had van, daar wil ik nog beter op de rit gaan zetten. Nou, als je de groep gaat kijken, we hebben een hele jonge ploeg. En de rekken staan nog lang niet uit. En dit is ons eerste seizoen in de tweede klas. En ik denk dat we redelijk meedraaien. En vandaag hadden we graag aan willen haken. Maar goed, dan moet je soms de meerdere erkennen in andere tegenstanders. En dan doe ik dat liever tegen Silvolde als tegen een andere ploeg. Oké. Nou, ik had het even opgezocht. Presegaaf heeft een gemiddelde leeftijd van 24,8. Bij Silvolde ligt het een jaartje hoger ongeveer. Maakt dat het verschil vandaag? Nou, dat weet ik niet. Ik vind dat ze gewoon een hele degelijke ploeg hebben. En de verdediging, je ziet geloof ik minst gepasseerde verdediging bij ons in de klasse. En dat staat gewoon als een huis. En voorin hebben ze gewoon een goede spits. En de effectiviteit vandaag, dat heeft de doorslag gegeven. Net wat je zei, 2 kansen, 2 goals binnen een minuut. Ja, goed, en gebeurt dat niet, dan wil ik het nog wel eens zien. Maar ze hebben gewoon een goede ploeg. En ik vind Silvolde kampioenskandidaat. Oké, ik sluit het interview hierbij af, Dennis. Ik wil je danken en veel succes wensen voor de toekomst met jouw club Presegaaf. Oké, dankjewel.